kom je weer staan met het been iets opzij. En je buigt nu naar voren. Je laat die rug helemaal losjes hangen. Ontspan je nek, ontspan de armen, ontspan de schouders. Als het goed is, voel je nu ergens hier, waarschijnlijk in de bil, een stretch. Dit zijn de diepere bilspieren, de piriforme spier. En als je ooit een keer ergens zenuwpijn hebt gehad in je bil of in je been, dan is het 9 van de 10 keer die piriformis die te strak staat. Want tussen de bilspieren, daar loopt een zenuw. En op het moment dat die piriformis spier dus te strak gaat staan, dan knelt die zenuw af. Dit is dus, hoor ik van mijn klant, een van de meest fijne manieren om die piriformis echt te stretchen en te ontspannen. Nou, je hoeft die niet alleen te hangen. Je mag ook best wel een klein beetje met die rug heen en weer bewegen. Dus het is namelijk ook een hele fijne rek voor de rug. Dus als je van rechts naar links zwaait. Of misschien vind je het fijn om met de losse vuisten de rug wat los te kloppen. En dan kom je op de volgende inademing op omhoog. En dan zet je hem neer. Voel even verschil. Sluit de ogen. Tussen je rechterheup en je linkerheup. Linkerbil, rechterbil. Been die je gehad hebt, been dat je nog niet gedaan heeft.